Beste vrienden, Nick Hermink is een Belgisch kunstenaar, eerst en vooral een beeldhouwer, die woont en werkt in Lichterveld. Op 15-jarige leeftijd begon hij kunst te studeren en in 2003 behaalde hij een master in mixed media aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. De tentoonstelling wordt gehouden op 3 verschillende plaatsen in het domein. Het was een serieuze uitdaging en ik vind dat het eigenlijk 100% een succes is, waarvoor echt proficiat en bedankt zijn. Ik ben eigenlijk hier begonnen, letterlijk op mijn 15 jaar in de Marikoon in Brugge met architectuur te studeren. En al heel vlug is eigenlijk die architectuur omgeruild geweest voor keramiek. Heel veel van de sculpturen zijn uiteraard geïnspireerd op de koraalwereld, de onderwaterwereld. De Chinese zenderotsen, de Hongxianotsen, maar tegelijkertijd ook een enorme fascinatie voor de fauna en flora. Zo, we zijn geniet er verder van en als er nog vragen zijn, vuur het gerust af. Ja, ik ben natuurlijk, laat ons zeggen, dat persoonlijkheid toe. Bijvoorbeeld, je kunt een rode glazuur die dat makkelijk doet. Ja, dat is wel iets. Ja, dat is wel. Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Ja.